Hey, wat als Ajax zegt, kom terug? Ja, hè? Jawel. Gelijk. Ik ben goed in. Je laat gewoon je spullen liggen. Dan maar, kom eraan. Nee. Amsterdam. Hoe is het? Alles goed? Lekker, man. Ja, ja, rustig. Je hoort hier mooi, hè? Ja, lekker. Huh? Heb je het gevonden? Zo, man. Ik kom uit München weg, hè, nu? Ja, ik hoorde het. Ja. Dus hoe was het daar? Lekker. Ja? Manier. Ik heb 9 uur heb ik erover gegeten. Oh. Vanochtend heb ik weggegaan. Beetje doorgereden, toch? Ja, het wel een beetje gas geven, toch? Ja. Hey, maar die wegen hier zijn niet normaal, ja, hè? Ja, is niet leuk, hè? Hey, die boomstammen komen gewoon, die wortels, die komen gewoon boven de grond, hè? Het is niet normaal hier, echt waar. Jeetje, Mina. Dat is het enigste slecht. Kijk, hij is slecht, het slechte hiervan. Mafioso. Dat heb je ook hier, de buurman. Ja, hè? Altijd blij, moet je als het hallo zeggen. Dus, ja, netjes. Beleefd blijven. Hey, wonen hier nog meer voetballers? Ja, hier toevallig. Hier woont Perotti. Ah, ben je? Hier om dit hoekje. En ja, ik zag hem ook vliegen. Yeah. Die prik echt, hè? Strontvliegen. Ja, maar hij heeft geprikt op mijn kop. Ja. Klootzak. Ik moet oppassen hier. Nee, wat je zegt, de wegen hier zijn echt... Nee, dat is echt niks. Nee. Daarom lekker dat je met de hoge auto bent. Dat, ja, helpt wel, man. Ja, het helpt wel echt. Kijk, die mensen rijden, jongen, net bijna ongelukkig. Nee, het is hier echt... Het is ongeluk. Je moet gewoon gaan. Want ja, ja, ja. Als je gaat twijfelen, dan gaan ze voor je. Ja, zo zijn ze gewoon, maar ik rij wel hard. Ik ben wel gewend toch in Italië rijden ook. In Milaan ook. Ja. Dat zijn gekke mensen, man. Ja. Is voorbereiding begonnen? Voorbereiding was begonnen, ja. Maar ik had hem natuurlijk niet gelijk kunnen starten. Omdat ik jammer genoeg met het virus was besmet. Ik ben nu helemaal weer fit. Ik train ook alweer. Ja, ja, ja. Dus ja, ik voel me goed. En ik heb er echt zin in eigenlijk. Ja. Hoe lang train je nu weer? Nu 3 dagen weer. Ja. Dus nee, ik voel me goed, dat ik zeg. Natuurlijk train ik wel extra ook. Omdat ik wat later erbij kwam. Maar ja, ik voel me goed. Ik heb er echt zin in. Maar moest je 2 weken in quarantaine? Ja. 2 weken alleen was ik hier. Meen je nu? Ja, ja. Geen cheekies, niks? Nee. Nee, daar had ik sowieso geen tijd voor, want ik wou focussen. Dus dat kwam goed uit. Kijk hier, dit is niet normaal dit. Je moet ontwijken hier. Ongelooflijk, jongen. Ja. Jij hebt je focus hier nu? Ja, tuurlijk. Je doet altijd wel, maar hoe lang zit je hier nu bij Roma? 2 jaar, dit wordt mijn derde seizoen. Derde seizoen alweer, hey. Dus ja, eerste jaar is natuurlijk, wat ik zeg, is wennen. Ja, dus, ja. Ik ben nieuw daar. Het is wennen, het is echt anders, echt anders. Ja, hè? Bij Ajax is het meer echt een familiegevoel. Ja. Hier heb je dat ook natuurlijk, maar ja... Die jongens zijn wat ouder, hebben kinderen, hebben niet echt tijd om wat leuke dingen te doen. Nee. Het is hier gewoon zakelijk, hè? Ja, zakelijk gewoon. Het is zakelijk, gewoon 1-0 winnen is genoeg. 1-0 winnen is genoeg. Niet gek doen, die bal weggaan als het... Als niet goed te spelen, winnen, dan daar gaat het om. Maar uiteindelijk gaat het daar ook om, gewoon winnen. Tuurlijk. Te pakken. Was dat die winnen, hè, in het begin? Dat je hier kwam en je dacht van wauw, je bent toch Ajax? Flikker. Je bent een Ajax positiespel en zo, en kom je zeker. Hier en denk je... Ja, dat miste ik ook wel natuurlijk, omdat wat ik zeg, dat familiegevoel miste ik. Yeah. Ik woonde thuis bij mijn moeder ook. Yeah. En nu kom je hier gelijk, woon je alleen. Yeah. En dat is even wennen. Maar ja, ik heb heel veel familie, mijn broers, mijn neven komen altijd langs. Dus, eigenlijk, Is je broer vaak hier? Ja, mijn broertje speelt nu bij FC Utrecht. Die is ook die is echt goed bezig. Ja. Super trots op hem, ja. Wat top, man. En maar mijn andere broer, die is DJ nu. En, maar die heeft wel wat meer vrij, dus die komt lekker. En mijn neven, soms komt mijn moeder nog langs. En, gewoon vliegen in gewoon. Ja. Man. Anders verveel je. Vlakbij toch? Je moet wel wat te doen hebben hier, man. Ja. Anders zit je in je eentje, man. Ja, daarom. Dat is moeilijk toch? Ja, zeker. Ja, maar ik heb nog wel zin, hoor. En Noah komt ook nog wel eens langs. Noah komt ook soms langs. Als hij vrij is, dan springt hij ook even gewoon de vliegtuig. Yeah. Want, dat is mijn grote vriend natuurlijk. Yeah. Ik ben ook trots op hem wat hij laatst ook bij Jongeren heeft gedaan. Ja, goed. Staat hij toch wel op, snap je? Dus dat is mooi om te zien natuurlijk. Ja. Speel je Jongeren ook? Ik heb laatst ook met Jongeren gespeeld. Ook 2 keer volgens mij bij het eerste ben ik geweest. Yeah. En maar ja, ook bij Jongeren. Ja. Dat is soms mooi om voor je lekker, land te mogen. Lekker, terug kan Nederland ook gaan. Ja. Dat is toch ook lekker? Is ook wel even lekker. Even ben je een dagje weer met je familie toch in Amsterdam. Is wel lekker. Natuurlijk. Ja, man. Ja. Wat mis jij in Nederland? Wat mis je het meeste? Het meeste wat ik mis is gewoon het zijn in Amsterdam. Het zijn met je vrienden, familie. Als je even naar daar wilt, of naar die bioscoop of ergens, dan kan je gewoon gaan. Hier is het meer. Hier heb ik het ook echt naar mijn zin hoor, maar ja.
je familie moet echt hier naartoe komen, je vrienden. Ja. Want anders, ja, ze zijn te ver weg dan. Uh-huh. Ja, maar, ja. Dat mis ik het meeste. Maar, je hebt geen vrienden hier gemaakt? Vrienden buiten het voetbal. Vriendinnetjes wel. Dat maakt niet uit, joh. Ja, je wilt conditie behouden, man. Kom op. Extra conditie is altijd goed. Beetje. Nee, dat hoort er ook bij natuurlijk. Maar vrienden buiten het voetbal niet echt. Nee. Nee, heb ik ook eigenlijk niet echt tijd voor om echt leuke... Ja, ik ga het eten best wel vaak. Ja. En dat doe ik gewoon als mijn familie hier is. En dat vind ik leuk genoeg. Ik hou sowieso niet echt van het uitgaansleven. Nee. En dat heb je hier ook niet echt... Nee, hè? Echt goed. Nee. Het is hier gewoon, zeg maar, een beetje met stijl. Gewoon een beetje eten, ja. Misschien een drankje en dan naar huis. Ja, ja, ja. Niet bier, ja, dit, ja, ja, dat, nee, doen ze niet. Nee, het is geen kroeg nee, in Amsterdam. Man. Nee. Zo, maar ook, wie is jouw zaakwaarnemer dan? Mino Raiola. Oh, Mino, ja. Italiaan ook. Italiaan, oh, ik ken Mino al heel lang. Ja. Ja. Mino is goed, hè? Ja, Mino is... Is wel druk, zullen we rechtsaf gaan? Ja, ja. Jeetje, we kunnen gewoon even een beetje rijden hier. Door. Ja, gewoon even in de buurt gewoon. Zie ook een beetje de buurt waar ik woon. Ja. Jeetje, Mino, ze mogen wel, je mag wel eens wat zeggen dat ze die wegen hier moeten. Ja, godverdomme. ik had een keer gezegd voor de grap op de club: van kan ik niet gewoon misschien een beetje betalen voor een weg, precies die van mijn huis naar de club gaat? Gewoon, die moet gewoon glad zijn, want ja, ja, ja. In de ochtend dan wil je al die hobbels echt niet. Maar, en is het ver van het trainingscomplex? 20 minuutjes, kwartiertje soms. Oh, valt reuze mee. Valt mee. Snelweg op en naar beneden. Hey, die mug moeten we eerst pakken, man. Want hij heeft me echt gekrit. Vuile hond. Volgens mij heb je hem. Nee, is daarvoor. Hier. Ja, top. Je echt een mug pakken. Ja. Oh, die hond die prikt echt hard, hè? Ja. Hey, maar hoe zijn die 2 jaren bevallen? Dit was je derde jaar, maar hoe? Ben je tevreden over jezelf? Of? Tevreden. Ik kan natuurlijk, weet ik van mezelf, veel meer. Yeah. En dat eis ik ook van mezelf, omdat... ik leg die lat voor mijzelf ook hoog. Yeah. Dus ik ben niet tevreden nooit tevreden met waar ik ben. Ik kijk altijd naar voren. Dus yeah. Eerste jaar had ik 2 doelpunten. Dat was echt, dat is niks. Nee, is niks, man. En het tweede seizoen ging gelijk beter, had ik 7 doelpunten. Oh, het tweede jaar ging 7, altijd naar 7. Ja? En speelde veel meer, voelde veel beter. Omdat, wat ik zeg, ja, je komt er ook wel lekker in. Ja, vertrouwen. Eerste jaar is even zoeken. Vertrouwen en zo. En laten we hopen, de derde jaar is 3 keer scheepsrecht. Ja. Daar gaan we voor. En hoe lang contract heb je nog? Ik heb voor 5 jaar getekend, dus dit wordt mijn derde jaar. Dus oh. Ja. Zullen we nog eventjes. Dus 5 keer 5. 3 jaartjes nog. 5 keer 5, 25 miljoen. 5 jaar. Hoe is het met je vader, man? Hey, weet je, vroeger ik ging altijd bij je vader op de kamer zitten. Hè? Ja? Ja, altijd. Met ons elftal. Ja, gaat maar, goed. Ik was hem vandaag nog. Oh ja? Hij was even... Dat doet hij nu veel, dat vind ik wel mooi dat hij dat doet. Vlakbij, zeg maar, waar hij woont, gaat hij 1 uurtje of 2 uurtjes echt naartoe rijden. Waar het mooi is. Ja? Dan gaat hij allemaal plekken ontdekken. Dus ik vind het wel leuk om te zien. Oh, meen je? Ja. Dus hij zit in Barcelona, toch? Ja. Hij ja. is toch technisch direct? Nee? Ja, ja, van de jeugd. Van de jeugd, ja. Dus ik heb nog, kijk, je ziet dit zo. Ik heb nog zo'n hele ding hier al. Wat is dat dan? Zo'n hard video. Moet je 24 uur om hebben. Nee, je niet? Ja, maar dat heeft iedereen gedaan. Het is gewoon het begin van het seizoen. Dus, dus dan gaan ze kijken hoe je hartritme is en zo. Ja, ik vind het wel goed, want dan weet je gewoon van... Het zit goed. En dat is gewoon belangrijk. Ja. Is ook, je ziet met Daily, man. Jeetjes, man. Ja, dat vind ik, dat is echt erg. Maar nu is het weer beter, want hij heeft gespeeld gisteren. Ja, in Sparta, maar... Het is altijd je hart vasthouden, maar ja. Ik gun het hem best. Hij is een goede speler, dus goeie ze jongen. Hebben hem echt nodig ook natuurlijk. Ja. En als hij wilt, ja. Hey, wat als Ajax zegt, kom terug? Ja, hè? Jawel. Nee. Gelijk. Ik ben goed hier. Je laat gewoon je spullen liggen. Dan maar, kom eraan. Nee. Amsterdam. Nee, hè? Ik hou van Amsterdam, ik hou van Ajax zeker, ja. Maar ik ben wel gelukkig hier, wat ik zeg. Ja, voor mijn derde seizoen en ik ben blij. Dus hierna ga je kijken van, oké, dit moet jouw seizoen worden, zeg maar. Zo heb ik het in mijn hoofd. Ja. In mijn hoofd heb ik, kijk, ik ben nu 2 jaar hier al. Vorig jaar heb ik het leuk gedaan, vind ik, ja. Deels. Maar ja, oké, derde seizoen is erop of eronder. Ja. Wat ga je doen? Ga je omhoog of ga je gewoon daar op die lijn blijven? En in mijn hoofd heb ik gewoon, we moeten omhoog. Ja. Want ja, wat ik zeg, ik vertrouw in mezelf ook. En dat is het enige wat ik nodig heb. Ja, en daar ga ik voor. En dan keihard werken gewoon. Dat is het enigste. Zegt je vader niet van, geeft hij geen advies? Van, Ja, tuurlijk. Hij is zelf ook in Italië geweest. Ja.
En ja, zeg zelf ook, dat is gewoon echt moeilijk ook. Vooral Italië, dat is echt een competitie. Ja, zwaar man. Je zag ook Nederland-Italië, het is echt moeilijk, een Italiaanse team, zeg maar. Ja. En ja, die mannen echt, gaan hè? Ze zijn beukers. Ja. Dus ja, het is echt moeilijk, maar aan de ene kant weet ik van, als je hier doorheen komt, daar heb je alleen maar profijt van. Ja. De Italiaanse competitie is, denk ik, in mijn ogen, je hebt de Premier League heb je ook natuurlijk, of Spaanse natuurlijk, maar de Premier League is ook echt een mooie strijdvoetbal. Ja. Maar heb je wat meer, zeg maar, is meer voor aanvallers eigenlijk, zoals een speler als mij vind ik. Ja. Want dan heb je meer een counter, meer dat aanvalspel. En Italië is echt tactisch. Ja. Maar als je daar doorheen komt, dan denk ik dat je veel kwaliteiten bezit. Word je slim van, de ervaring krijg je dan. En dan kan je dat ook weer meenemen naar een andere competitie. Want ik denk dat dit nog wel zwaarder is dan de Premier League, hoor, dit. Ik denk dat het echt onderschat. Het wordt echt onderschat. Ja, zo, het gaat op en neer. Die gasten geven nooit meer op, hè? Ze geven niet op. En verdedigend staat het altijd zo goed. Zo. En het is heel moeilijk om er doorheen te spelen. Ja. Dus, maar je moet je ruimtes gewoon altijd vinden. Maar je speelt dan ook zeg maar een beetje half, toch? Ja. Je speelt niet echt... Ik speelde ik meer echt aan de buitenkant gewoon. Echt als linksbuiten. En nu speel ik... Af en toe pak ik die rol ook wel op. Kijk. Ik dit ook. Dat was even daarvoor. Mensen die werden, wat een coole man! Wat een coole. Spreek je goed in de hand? Heb je lessen? Of? Ik had lessen, maar dat heb ik een weekje voor gehaald. Nee, kijk, ik heb de basis wel geleerd, dus ja, gewoon de basis. Soldi. Ja. Importante, Soldi. Importante. Nee, maar ja, de basis heb ik gewoon geleerd. Yeah. En dan leer je het gewoon in de kleedkamer, vind ik. Ja, moet ook. En nu vooral, mensen praten nu, als ze mensen zien, praten ze gewoon Italiaans, omdat ze verwachten ook dat je het verstaat. Ja. En door dat ga je ook zelf gewoon echt een beetje proberen op te pakken. En nu versta ik het zeker wel goed. Praten ook wel, maar ik kan niet zeggen dat ik het goed praat ofzo. Nee. Heb je niet zo'n boekje van hoe of wat? Ik had dat wel, man. Ja? In het Nederlands. Nee. En moet je vragen aan je moeder of ze die opstuurt. Hoe en wat? Italiaans, Nederlands. Is tof. Kan je al die zinnen? Eentje bestellen. Ja, doe maar. En jij hebt ook die translate toch nu? Ja. Kan je ook oefenen? Dat heb ik. Als ik praat met mensen, is het gewoon translate, Google Translate. Ja. Zeg ze al goed Italiaans, zeg ik ja, dankjewel. Hey, maar dit zo is... speel ik met ze. Ja. Is dit een beetje de betere wijk van Rome of zo? Dit? Eerlijk gezegd zou ik het niet weten. Ik denk het wel, omdat veel voetballers zeg maar ook in die wijk wonen. Yeah. Dus ik denk het wel. Maar ja, ik denk het wel. Ja. Heb je nog met dingen gespeeld met Totti? Nee. Was hij heeft gestopt? Volgens mij één jaar, zeg maar, het jaar dat ik kwam. Ja, was hij gestopt. Wel met Del Rossi, dat was ook een eer. Hoe is hij? Ja, dat is echt waar een topgozer. Echt. Ja, natuurlijk, het is een legend. Mm-hmm. Maar als je verwacht dat je op de club komt, hij was de eerste die naar me toe komt. Hij praat goed Engels. Hij heeft gelijk een warm gevoel. En als Del Rossi een warm gevoel geeft, of toen ik kwam ook. Kijk. Is gek. Ja, ik geef het niet op, man. Ja, ik krijg hem wat door, maak maar niks uit. Dat moet hier. Ja. Nee, maar toen ik hier kwam, stuurde hij me ook een berichtje en dat geeft je een goed gevoel. Ja. Als Del Rossi dat doet. En toen kwam ik wel gelijk lekker binnen, gewoon met een goed gevoel. Ja. En ik heb nog een hele mooie shirt van hem, zijn laatste wedstrijd. Heb je die gekregen van hem? Ja, ook. En die bewaar ik zeker. Tuurlijk. Die is speciaal. Ja, die moet je nooit weg. Het zijn leuke dingen toch, voor later om aan je kinderen te laten zien. Del Rossi. Hey, zal ik hier rechts gaan? Ja. Ik weet niet precies waar we allemaal gaan, maar ik ken de buurt ook nog niet zo goed. We doen gewoon navigatie aan. Ik ga gewoon van mijn huis naar de club en dan is het... Ja, dat is het belangrijkste toch? Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben nu 21. Ach, zo jong nog, man. Ja. Jezus. Ik was ook jong bij Ajax al toch begonnen, dus daarom ben ik. Hey, ben je te vroeg weggaan? Mensen zeggen altijd, hij is te vroeg weggegaan, dit en dat. Kijk, je zal het nooit weten. Weet je, dus ik had in mijn laatste jaar had ik één jaar contract. En je weet niet hoe het loopt. Als je bij wijze van spreken niet zou tekenen en je blijft nog een jaar, weet je niet wat er met je zou gebeuren. Ja. Bij wijze van spreken. Misschien heel goed, misschien niet. Je weet het niet. En ik heb mijn keuze gemaakt, ik heb er lang over nagedacht. En wat ik zeg, als je keuze maakt, die moet erachter staan. Je kan niet denken van, oh shit, had ik maar dat, dan was misschien dat achteraf geweest. Achteraf is altijd makkelijk. Achteraf, maar. Je weet het ook niet wat achteraf zou gebeuren. Dus. Nee. Oh, pas op. Oh. Kijk eens. Ciao Bella! Ik kom eens thuis, hoor. Zullen jullie rechts een beetje Italiaans? Ja, beetje man. Alleen, ik heb wel een beetje Italiaans, hè. Dus kunnen we hier rechtdoor helemaal tot het einde. En dan zijn we nog naar rechts.
Ja, zijn we in het begin. Of wil je terug? Nee man. Ik vind het wel gezellig met jou. Ja. Je ruikt ook lekker. Ja, dankjewel. Ja, ik kan je wat luchtje geven zo. Nee. Ja. Kon nog naar Inter? Ja. Wat meen je? Hij was wel goed linker benen. Hij was mijn vriend. Ja. Dus ik zeg zo tegen hem van, want ik praat altijd, vorig jaar zei ik al tegen hem van, kijk, ik ben een linksbuiten. Ik ben nummer 11. Yeah. Kan je wat voor me betekenen, mijn vriend? Zei hij, ja, je weet toch, kijk, ik speel lang met die nummer, dat. Yeah. Dus gingen we erover lachen, dat. Toen zei ik van, maar als je, hij zegt, maar volgend jaar krijg jij hem van me. Toen zei ik, is goed vriend, maar ja. Hebben ze Pedro gehad. Oh, Pedro, ja. En die speelt zijn hele leven met nummer 11. En natuurlijk, die, waar ik ook respect voor heb, die heeft de WK gewonnen en alles. Ja. Dan moet je ook even zeggen van, oké, weet wat. Mijn nummer 11 komt wel. Ja. Misschien, ja. Oh, dus ze hebben Pedro gehaald, hè? Ja, toch. Maar voor jouw positie? Nee. Rechts. Tenminste. Dan hoe ga, ik het hoop zie. Je. Nee, hij mag. Ik ja, hou ervan. Kom maar. Kom maar, waar die concurrentie aan gaat. Overal is concurrentie. Dus, tuurlijk. Ja, wat moet je doen eraan? Dus Pedro, dus ja. Je moet hard je best doen en doelpunten gaan scoren. En dan, ja. Daar speel je. Gewoon klaar, zo is het. Dus dat is gewoon in mijn hoofd nu ook. En niks meer, niks minder. Hey, hoe groot ben jij? Ik ben 1,74. Oh, je bent best groot, zo. Ja. Het veld lijkt je... Zo, hoor. Niet normaal. Een beetje in de gym. Ja, he, nee, dat is ook wel ook veranderd bij Ajax. Als ik nu foto's terugkijk van 2 jaar geleden, 3 jaar geleden bij Ajax toen. Zag echt een jochie. En nu, als ik mezelf zie, is heel gek ook. En dat hoor ik ook altijd. Dus ja, je bent echt volwassener geworden. Ja. Maar dat is ook gewoon omdat je naar Italië gaat. Je gaat alleen wonen. Je verandert gewoon. Je moet. En dat is echt, hoort erbij. Maar die trainingen, hoe zijn die trainingen? Want je speelt veel wedstrijden. Ja. Dus die trainingen zijn niet zo lang, toch? Nee. Je bent eigenlijk binnen. Als je hebt gespeeld, dan doe je echt, fiets je een beetje. Praat je een beetje met de boys, ga je naar buiten. En dan loop je misschien een rondje en dan ben je klaar. Ja. Yeah. En als je niet hebt gespeeld, dan is het na de wedstrijddag is het gewoon een lekker partij. Is ook leuk. Ja. En maar ja, bij ons is ook de concurrentie gewoon lekker is eisen gewoon, dus dat is ook wel goed. Ja, dat bij Inter, dat je altijd zag je die gasten gewoon voor zichzelf ook trainen. Ja. Weet je wel, na een training, dan gingen ze gewoon krachthonkje in en dit en dat en masseren en rustig aan, geen haast, weet je wel, echt verzorgen. Maar ook met de stap dat ik hier naartoe ben gekomen. Ja. Ik speel met allemaal van grote spelers eigenlijk, een paar. Ja. En dan kijk ik ook natuurlijk naar op hoe hun voor zichzelf zorgen, hun lichaam. En het is heel mooi om te zien hoe een Zeko bijvoorbeeld of een Kolarov, hoe hun voor hun lichaam zorgen, waardoor ze elke week weer kunnen spelen. Ja. En dan kijk je ook naar van oké, je weet toch, als ik, stel voor ik moet elke week spelen, moet ik fit blijven. En zo doe je dat. Goed eten, rekken, oefeningen. Ja, goed voor jezelf zorgen. Ja, dat is het. Hey, hoe is het hier? Want je hebt natuurlijk Lazio Roma en Roma, AS Roma. Ja. Hoe is dat met die supporters hier? Word je wel eens lastig gevallen door supporters van Lazio? Het valt eigenlijk wel mee, ik zeg je eerlijk. Mm. Af en toe ben ik ergens, zeg ze van, hey, goed zo, je doet het goed, maar ik ben wel voor Lazio of zo. Oh, yeah. En dan is het gewoon heel cool eigenlijk hier. Ze hebben respect wel voor het valt wel mee, ja. Het valt wel mee. Het is wel anders dan in Nederland. Ja. Als ze daarbij, als je zeg maar, bij Feyenoord ziet of bij PSV of zo, die zien ze lopen, moet ze altijd nare dingen roepen of zo. Het is wel hier, hoor ik ook, heb ik niet echt meegemaakt, maar aan deze kant bijvoorbeeld, als de politie je aanhoudt, valt het mee, dan kan je wel doorrijden. Yeah. Maar als je aan de Lazio kant gaat rijden en ze houden die aan. Nee, dan extra? Ja. Dus als dat is ook nog een verschil tussen die politieagenten? Ja, ook nog. Snikkers. Ja, dat is te grappig. Want ik had een auto, die had ik gekocht in Nederland. Mm-hmm. En die heb ik hier naartoe laten rijden, toen had ik een kentekenbord, maar zo'n tijdelijke. Oh ja. Maar ik reed ermee terwijl die al 3 maanden was verlopen. Omdat ik aan het wachten was op een Italiaans kenteken. Ik heb het ook gehad. Want in Italië willen ze natuurlijk niet echt verzekeren toch? Nee. Of voor een snelle auto bij wijze van spreken, voor een jongen. Ja. Dat was problemen, maar het is me gelukt. Dus, ik had precies datzelfde, jongen. Ook, ik had die handelsplaat, ik had een Porsche gekocht in Nederland. En toen kwamen ze, dus is voor een week geldig of zo. Zo'n witte plaat had ik. Ik weet niet of ze nou nog. Ja, die van mij was turquoise, zeg maar. Oké. Geel, groen. En ik zweer het, ik reed gewoon hier, hè, maar ik werd nooit aangehouden. Er was niks aan de hand. Ik ook niet. 1 keer ben ik aangehouden. En toen zei ze gelijk van, die kenteken slaan echt. geen boete op, man. Toen zei ik, sorry, ja, je weet toch, ik moet nu even echt ergens naartoe. Ik ga nu weer rijden. Ik ga het nu regelen. Ja. Pak maar. Nederlands elftal en zo. En wat denk je? Moet je, als je dit jaar zeg maar echt speelt veel en je doet het goed, misschien kan je mee dan.
dan zie ik mijn kansen. Wat ik zeg, dit jaar is niet alleen belangrijk voor mezelf bij de club, maar ook voor Nederland om te spelen. Dan. Want dat is mijn droom. Yeah. Dat is waarvoor ik het doe ook. Ik wil het EK mee, ik wil me daar laten zien. Yeah. En nogmaals, dat ligt in je eigen handen. Als je speelt, moet je het gewoon laten zien. Yeah. En jammer genoeg met de quarantaine die eraan kwam. Voor die quarantaine. Ja, die corona. Had ik twee wedstrijden achter elkaar gescoord. En toen was ik in de voorselectie. Voor die oefenwedstrijden. Of ik erbij was, weet ik niet. Bij Koeman? Ja. Nee, oh, je zat al in de voorselectie? Ja. Oké. Okay. En ja, dat is natuurlijk gecanceld en alles. Ja. Dus eigenlijk is die quarantaine voor mij op een hele verkeerde periode gevallen. Ja, kut, hè? Ja, dat is echt kut, man. Kut, ja. Bij mij ook, man. Ik moest verdomme, mijn kinderen waren 3 maanden thuis. Ik werd helemaal gek, jongen. Ja, gek. 3 maanden. Maar heb je geen vriendin? Heb ik al van nagedacht. En? Soms denk ik van, misschien is dat wel goed. Maar aan de ene kant denk ik van, kijk, ja. Als ik bijvoorbeeld zo op vakantie ben, dan heb ik gewoon zin om te doen wat ik wil. Ja. En ik ben zo iemand, ik ga geen relatie nemen als ik niet weet dat ik 100% daarachter ga staan. Ja. Voor het nemen daar relatie. Ja. Zo denk ik. Als ik er echt klaar voor ben en ik wil het, dan vind ik diegene wel. Ja. Ja, dat komt vanzelf op. Ja, dat komt vanzelf. Je moet er sowieso niet pushen. Maar hoe dan? Anders heb je een relatie voor een jaar. Ja, dus ja, dan moet je weer hard breken. Gegooid geld, ja. En, wat ik daarna zeggen. Maar mis je dan, ja, ga dan man. Mis je nooit, zeg maar, iemand thuis die lekker gekookt heeft en lekker. Nou, ik heb een vrouwtje die een vrouwtje, maar gewoon een au pair. Ja, au pair, ja. Die alles voor mij echt helemaal top regelt en dat is ook echt fijn voor mij. Ja. Maar die kookt voor jou en zo ook? Ja, die kookt voor me, die maakt ja, schoon. Dat is voor mij ook heel erg fijn. Ja. Ik, van huis uit ben ik dat ook gewend. Ja, ja, ja. Dus ja, je moeder dat ik dat ook zelf nu ook kan doen, ja, ben ik heel erg blij mee. En ja, dat is wel echt handig. Ja. Je hebt geen zin om afwas te doen na je training. Als je alleen thuis bent of iets. Dus, dus die moet toch lekker koken Italiaans. Ja, lekker, ja, ja man, had ik ook hoor. Gezellig. Ik had hem meegenomen naar Engeland zelfs. Ja? Zo. Ja. Want eten is daar niet te vergeten, joh. Ik denk, gewoon Italiaanse mensen meegenomen naar Engeland. Daar in een huisje gezet. Dan ging ik daar elke dag eten. Ja. Maar hier is mijn kapper. Ik moet even langs eigenlijk, denk ik. Moet je? Nee, niet nu hoor. Hij heeft geen tijd nu. Ga je gewoon hier naar de kapper? Daar hoor, daar. Oh, mee je? Ja. Want ik ben een tijdje niet geweest. Is die goed? Ja, is goed, ja, is goed. Maar hoe vind je mijn opschietje dan? Ja, is goed, ja, is goed. Standje nul. Standje nul, zo. Weet je nu al hoe je me terug moet eigenlijk? Gewoon links, hè? Ja, links toch? En dan weer links. En dan ben je eraf. Ja. Ik ben mooi, man. En wie is de beste trainer tot nu toe? Die gaat hem? Ja, ik zeg dat altijd. Ik hou van Peter Bos natuurlijk. Ja, hè? De trainer waar ik nu mee ben, vind ik ook heel goed. Is op een Portugees. Ja, die houdt wel van type spelers als mij. Ja. Ja, ik vind het wel goed trainen. Eigenlijk alle trainers. Ik heb nooit echt problemen met trainers of zo. Dus je bent geen lastige jongen. Ik vind het allemaal wel goed. Nee, je bent geen lastige jongen ook. Nee. Nee, toch? Denk ik niet, nee. Nee. Ik ben heel erg nuchter daarin en in heel veel dingen eigenlijk, hoor ik ook vaak. Het maakt me echt niet uit wie er echt voor me staat. Ik doe gewoon mijn best voor diegene of voor diegene. En voor het team en voor mezelf. En voor de rest maakt me echt niet uit. Lekker nuchter. Lekker man. Lekker zo. Wat is dat dan? Hier, Fellaini. We hebben een bos haai, ik ben hier los. Ja, dat is gek hier ook. Hey, doe je een beetje shop en zo, hou je daarvan, winkelen? Ja. Ja, hè? Ja. Je bent wel een modemannetje, hè? Jawel, jawel. Ik hou van mooie dingen natuurlijk. Wat veel is dit? Ja, mooi. Een nieuwe. Ja, is die nieuw? Ja. Mooi man. Ja. Wat is dat? Exclusief of zo? Ja, iets? Exclusief, jawel. Is het Patek? Ja. Mooi man. Het is iets voor is tijdloos. Dus nee, over 30 jaar dat draag je nog steeds. Het wordt steeds. Nee, maar het wordt ook steeds meer waard. Het wordt meer waard toch. Het is gewoon investeren. Even kijken, moet ik de eerste hier pakken? Ja, je kan eerst. Dit is, ja. Wat, dat is met klokken kopen. Dan, stel je koopt een horloge bijvoorbeeld. Als je de goede koopt, kan je hem weg doen voor meer. Ja, het wordt steeds meer waard. Het is een goede investering. Die ETO, weet je, die heeft voor miljoenen aan horloges gekocht. Dat is ongelooflijk. Ja? Ja, die heeft echt voor een paar miljoen heeft hij gewoon horloges gekocht. Exclusieve horloges. Want hij wist ook gewoon van, oké, ik koop dit. En later, over 3, 4 jaar of 10 jaar, maakt niet uit. Wordt hij veel meer waard. Ja, langs die gek. Ja. Ja, hij heeft gelijk. Sommige handelen ook echt in dat.
En ja. Ik niet, maar ik vind het gewoon heel mooi. Ja. En voetballers die handelen daarin? En die Rolex ook of niet? Nee, voetballers nee. Nee, hè, die gewoon dragen en zo. Ja, ja. Wat wil jij nog doen als je later zeg maar klaar bent met klaar voetbal? Klaar ben. Wil je zaakwaarnemer worden? Nee, of nee, nee. Ik weet al precies wat ik wil. Wat wil je worden? Ik wil eigenlijk gewoon om een luie reet gaan zitten. Lekker gewoon, man. En gewoon 50 huizen, appartementen hebben. Ja. En dan zit ik goed. En daar ben ik nu ook al mee bezig. Gewoon verhuren? Verhuren gewoon lekker 50 appartementen. Dat is mijn droom over 10, 15 jaar. Ja. Wil ik er zoveel mogelijk hebben. En dan gewoon ja, niet voor de tv hoeven te komen om over andere spelers te gaan praten. Want dat is niks voor mij. Moet ik wel doen. Huh? Dankjewel. Nee, dit is leuk toch. Maar, ik bedoel echt, ja, nee, je bedoelt aan tafel zitten. Ja, ja. Ik doe dat ook. Ik heb dat ook gedaan bij Humberto, maar dat vond ik vind gewoon... dat niks. Ik zou dat niet. Nee. Ik zou dat niks vinden, denk ik. Namelijk, daarom zeg ik van investeren. Niet analyseren van de wedstrijd. Niet de hele dag auto's kopen of horloges misschien. 1, 2 is leuk en dan investeren dat geld. Ja, dat moet ook. De bank heb je niet nodig. Nee, het is niks waard. Maar nee. Als je goed investeert, dan is het. Ja, heel veel voetballers die gaan naar de kloten ook, hè? Ja, heel veel voetballers. Ik denk moest ik hierin? Nee, ik kan de volgende ook pakken. Oh. Maar ik praat ook met Ryan Babbe daarover, over ja. Advies. Hij doet het ook goed met investeren. En ik kijk ook naar zo iemand op, omdat die zegt over, kijk, heel veel voetballers die gaan na hun carrière pas denken wat ze willen gaan doen. Ja, ja. En dan gaat het meestal mis. Ja, dan is het te laat. Nu dat je tijd hebt, zo jong mogelijk al, als je het kan doen, waarom niet? Ja, als je geld... Dan heb je al... Ja. Ja, dan heb je al gewoon... Als je nu al geld hebt terwijl je speelt, ja. Dan je gaat investeren. Nu niet investeren. Ja, ja. En dan, ja. Juist. Of 6 auto's voor de deur, of ja. 6 huizen en 1 auto voor de deur. Ja, precies. Maar je kan toch nee. Maar eentje rijden. Ja, ik denk hier rechts aanhouden. Deze rechts? Ja. En dan zal ik zo'n inhammetje zo. Oh ja, dat had ik net ook, man. Zo. Ik ging gewoon door. Ik durfde niet meer te kijken, dus ik ging zo naar links. Ik voel het vanzelf wel. Als hij er tegenaan zit, zit hij er tegenaan. Dat maakt me niet uit. Oh, dit is echt linkerweg, joh. Dat is een gekke weg, joh. Heel apart dit, man. Ja, ja. Nee, maar dat is mijn droom. Dat is mijn droom. Ja. Ja. Dat is wat ik wil en waar ik voor ga. Ja, man. Toch mooi. Ja, toch? Super, man. Daarom. Hey, en lekker ook. Ik denk ook zo. Ik denk al nu al aan mijn toekomst van mijn kinderen en die kinderen. Dus als je zo vaak, daar leef je al kinderen ook van. En je hele generatie. Ja. Tuurlijk. Zo moet je denken. Tuurlijk. Dat is heel belangrijk. Ja, maar jij ook een goede adviseur, je vader natuurlijk ook. Vader, mijn moeder, ja. Alles, zaakwaarnemer. Hierin? Ja. Komt er wat aan? Ja. En mijn vrienden moet ik ook zeggen. En mijn familie, die. Ja, is goed advies. Ja, verwachten. Zo is het belangrijk. Nee. Ja, dus die hebben het allemaal ervaren ook al. Je vader ook en zo, weet je, die weet van. Ja, toch. Bijvoorbeeld mijn vader is hij. Ik beloop de stappen die hij heeft belopen, dus. Ja. Hij kan mij behoeden voor dingen en ook zeggen van dit moet je wel of niet doen bij wijze van spreken. Ja. Dus dat is het pluspuntje wat ik zeg maar ook heb. Mm-hmm. En ja, vroeger was er natuurlijk ook bijvoorbeeld, ja hier naar links. Vroeger vragen ze me ook vaak van, vond je het nooit moeilijk om vergeleken te worden met je vader dit en dat? Ja, ja, ja. Maar, godzijdank, ik heb daar echt nooit echt, ik heb daar altijd mijn motivatie uit kunnen halen zeg maar. Mm-hmm. Altijd gedacht van ja. Kijk, dat is mijn vader, hij is een legend. Ja, zeker weten. En ik wil zo goed als hem worden. Ja. En als iemand zegt van ja, hij speelt bij Ajax, omdat ja, vroeger, vader, ja toch? Ja. Ik dacht altijd in mijn hoofd, ik zei altijd, kom kijken zaterdag bij de wedstrijd, dat zie je vast. Ja. En dat heeft mij dus ook, geloof ik, echt in mij gebracht waar ik nu ben. Je weet toch, dat helemaal gebrand elke wedstrijd weer, ja. Om te laten zien. Want van, het is een extra dingetje van, geweest. Dat ja jij toch, nog extra... Als je niet zo goed bent, dan speel je daarom dat je vader... Ja, 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 ja. Zo, maar ja, daarom heeft me ook echt gebrand om te laten zien van... Nee. Mooi man, mooi. Dat is niet daarom. Ja. Lekker toch? Ja, maar gelukkig heeft dat... Ciao. Doorrijden. Ja, ze zijn gelijk bang. Ze zag mij. Best, zag ze jou. Toen ging ze. Dacht, oh, lekker ding. Maar die andere naast die kale. Oeh, daar ben ik bang voor. Die dikke kom. Nee. Shane heeft eigen boeken zo, hè? Ja. Hij kan gewoon koken. Shane gaat, kan je koken? Ja. Kan je ook koken? Ik kan ook wel koken, ja. Voor mijn vader denk ik. Genen. Ja, ja, het zal. Ja. Nee, Shane is echt ook een topgozer. Dat is echt. Als ik naar hem kijk, dan zie ik gewoon mezelf. Ja. Maar dan in het klein. Want, ja, man. Ja, het is gewoon. Hoe hij speelt, hoe hij een bal schiet of rent. Ja, ja ook, ja? Precies zo was ik. Dus ik waar speelt hij bij? Bij Barcelona. Barcelona, oh ja, hij staat in Parijs, dat is de eerste. Hij staat in Parijs. En nu is hij naar Barcelona. Dus hij is ook zo. Ja, clubs dan mij al. Ja, maar ook dus talent, hè? Echt waar,
niet omdat het mijn broertje is, nee, maar als ik zie zeg maar de beelden en alles, ook op zijn Instagram kan je dat zien. Ja. Hij heeft echt iets ook. Ja. En dat vind ik mooi om te zien. Dat is mijn broertje. Wat ik zeg, ik heb mijn vader ook als voorbeeld, hij ook, maar hij heeft ook zijn broer als voorbeeld. En snap je, als hij ouder wordt, kan ik hem advies geven wat ik heb meegemaakt in mijn carrière. Ja. En dat kan ik niet op wachten. Ja. En Ruben is de oudste? Is Ruben de oudste? Ruben is de jongste zeg maar, van dezelfde vader en moeder. Ja. En, maar wel de grootste, hij is een beest. Zo! Verdediger. Hé, hey, maar... Hij is een beest. Zo. Hé, hey, maar... ik ken haar 2004. Volgens mij was jij daar als baby bij, man. Ja, kan wel. Ja. Maar ik ben geboren in 1999. Dus. Jij ging... Kan wel. Ja? Dat kan ik me gelukkig niet herinneren. Ja, nee, ik wel. Want wij zaten natuurlijk in hetzelfde hotel. En die vrouwen die mochten dan af en toe een dagje bij ons komen. En dan kwam jouw moeder en die ging zwemmen en zo. Nee. En je teamgenoot van me. Wie is dat? Dat is Spinazzola. Spinazzola, oh, oké. Okay. Sneltrein. Moet hij weer, gaat zeker stappen die vieze. Ik zou niet weten. Is hij snel, ja? Misschien net eten. Oh, ja, die is niet normaal snel. Spinazzola. Ik heb een shirt binnen liggen. Oh. Moet ik die even snel pakken? Ja, wil je pakken? Ik pak hem. Top. Snel. Kom maar aan. Kunnen we die hier? Top. Ja. 1 seconde. Yes mensen, dat was Justin. Shirtje. Ja, als je die wilt winnen, dat is het nieuwe shirt. Van Roma, officieel. Weet je wat je moet doen? Even liken, comment geven en volg op Instagram. En die van de meiden 7. Niet vergeten. En dan maak je kans op dit shirt. Bedankt voor het kijken. En we gaan weer door naar de volgende. Yes, later.